Het grootste deel van het oeuvre van de Antwerpse schepenklerk Jan van Boendalen zouden we tegenwoordig niet tot de literatuur rekenen, maar eerder tot een non-fictie. Zijn teksten handelen over zaken als religie, geschiedenis, aardrijkskunde en over hoe men zich moet gedragen, de ethiek. Zelfverzonnen verhalen, toneel, poëzie, tref je in zijn oeuvre niet aan. Dat de meeste van zijn teksten daarbij op rijm zijn, is niet uitzonderlijk. Denk maar aan Boendalen's grote voorbeeld. Jacob van Maarland, die zelfs in zijn vertaling van de Latijnse encyclopedie in het Nederlands koos voor het gepaard rijm. Literatuurhistorici bestuderen Boendales werk omdat het toont hoe in de 14e eeuw het Nederlands in steeds meer domeinen kon worden ingezet en het ons helpt inzicht te krijgen in het wereldbeeld en de opvattingen van middeleeuwse mensen. Een boeiend voorbeeld is in dit opzicht de Lekenspiegel. Jan van Boendalen schreef deze tekst in de jaren 1325-1330 op basis van voornamelijk Latijnse bronnen. Geleerde materie maakte hij begrijpelijk voor gewone mensen, de leken, voor wie deze bespiegelingen waren bedoeld. Boendalen raakte tal van onderwerpen aan, zoals de vorm van het heelal. Hij volgde daarbij de toenmalige stand van de wetenschap, waarbij men aannam dat de aarde het middelpunt vormt. Waar rond de maan, de zon en de planeten draaien. Hij maakte ook duidelijk dat de aarde bolvormig is en nergens aan bevestigd. Hij legt het uit met het beeld van een ei. Aarde en de water, al zijn ze groot, liggen tezamen rond als een kloot, en die aarde die leegt op het water, al zo men zegt. En de zijn al om en de om rond en den hebben en de nog rond nog ook geen fundament anders dan dat firmament. Dat houdt het al gader staande stille, al zo het is die willen. Wie een een mogen die het merken walen? Die hemel dat is die schalen. Twitte dat is het firmament dat altijd loopt omtrent. Die doder dat is het aardrieken. Dus Rechten, na deze Gelieken is aardrieken rond als een kloot. In vertaling. De aarde en het water vormen samen een reusachtige bol en de aarde ligt op het water. Samen zijn ze helemaal rond en hebben ze geen andere fundering dan het firmament dat alles op zijn plaats houdt zoals God het wil. Een ei kan het u goed illustreren. De hemel is de schaal, het witte is het firmament dat overal omheen zit, en de dooier is het aardrijk. De aarde is net als de dooier zo rond als een bol. Voor wie zich dit moeilijk kan voorstellen of het niet kan geloven, geeft Jan van Boendalen ook het beeld van een bol waarop vliegen rondkruipen. Merkt of een kloot hingen, die menige vliegen om me gingen, boven, bezieden en de onder. Dat waren kleine wonder. Al zo gaat het volk op en neer, al met dit aardrieken weg en de weder. Let op, als hier een bol zou hangen waar vele vliegen overheen zouden lopen, over de bovenkant, de zijkant en de onderkant, zou dat nauwelijks verwonderen. Maar op dezelfde wijze bewegen mensen op aarde. Elders in de Lekenspiegel toont Boendalen zich een echte stedeling. Hij vertolkt vooral de visie van de zich emanciperende burger, die zich niet langer wil neerleggen bij de almacht van adel en geestelijkheid en zelf kennis wil verwerven. Zo legt Boendalen bijvoorbeeld de nadruk op het gezin als hoeksteen van de samenleving. Hij looft het huwelijk meer dan het celibaat van de geestelijkheid en beseft dat hij daarmee kritiek zou kunnen uitlokken bij priester en monniken. Ik weet nu al dat degenen die een geestelijk leven leiden boos op mij zullen zijn. omdat ik zo onomwonden de voorkeur geef aan het huwelijk. Zij zouden echter niet weten hoe zich te kleden, wat te eten of te drinken. als diegenen die in het huwelijk treden, dat wil zeggen de boeren en de burgers, het niet voor hen zouden verzorgen. Wie zou het land ploegen en de vruchten oogsten. als iedereen monnik of kluizenaar zou worden? En wat zouden ze eten? En wat voor kleren zouden ze dragen als de koopman niets verkocht? En als men de oogst niet zou vervoeren naar plaatsen waar de behoefte aan is. In een apart hoofdstuk, hoe man en de wief en houden zelen, hoe man en vrouw met elkaar moeten omgaan, geeft Boendale tips voor een goed huwelijk. Dat de man de leiding moet nemen staat voor hem buiten kijf. En vrouwen moeten zich niet bemoeien met mannenzaken. Die man, als je horen moogt, is met rechte zwijfsvoogd. goed is en de bescheiden. En de zal bestimmen en de beleiden zijn goed ter besten baten. En de en zal om twief wief niet laten, want die is meester, wet walen van wieven van goede te malen. De man is terecht de baas over de vrouw. Hij is goed en verstandig en zal steeds zijn bezit op de beste manier beheren. Dat moet hij omwille van zijn vrouw niet nalaten, want hij is heer en meester over vrouw en goed. Hoewel Boendalen kritiek kreeg op deze visie, notabene ook van het adellijk echtpaar aan wie hij zijn lekenspiegel had opgedragen, houdt hij in zijn dialoog, tekst Jan Steytien voet bij stuk. Wouter, de wat naïeve gesprekspartner, beweert dat hij al veel goeds over de vrouw heeft gehoord, maar Jan wijst hem onmiddellijk terecht: de vrouw is van nature onbetrouwbaar, gierig, agressief, ongedurig wraakzuchtig en ongenadig. Haar ijdelheid en arrogantie kennen geen grenzen... en ze is wispelturig en goedgelovig. Dat is ook de reden waarom vrouwen geen deel mogen uitmaken van een raad. En dat geldt zowel aan het hof als in de stad. Maar hoe is dit alles te rijmen met de vrouwenverering in de hoofdse literatuur? wil Wouter nog weten. En ook daar heeft Jan zijn antwoord klaar. Wat hij zei over de vrouw ging over haar natuurlijke aanleg. Een goede vrouw kan wel proberen de natuur te overwinnen, en als dat lukt, ja, dan verdient zo'n vrouw natuurlijk alle lof.